De trein reed langzaam. Dikke stoomwolken, witte en zwarte, trokken langs de ruiten. Een conducteur met een ouderwetse kaartjesmachine voor zijn dikke buik kwam hun kartonnetjes knippen. En even later duwde een oude man zelfs een wagentje met versnaperingen door het gangpad. We maken de reis die de hoofdpersoon in het boek De Omweg van Gerbrand Bakker ook maakt. Hij leerde de omgeving van Mount Snowdon kennen door een bezoek aan vrienden die er wonen. Hoe vaak moet je zo'n ritje maken om het goed te kunnen beschrijven? Ja, eigenlijk maar één keer. Vind ik hoor, je moet ook eigenlijk niet... Dan heb je het gedaan en dan weet je hoe de dingen eruit zien. Je weet hoe die tafel eruit ziet, je weet het geluid ken je. En dan, maar vervolgens moet je dat weer loslaten om erover te kunnen schrijven. Waarom? Ja, anders zit je er te dicht op en dan ga je echt al die veel te veel details bijvoorbeeld, weet je, dat je, dit is dan rijtuig nummer 2045, ja, dat is interessant, maar eigenlijk ook weer helemaal niet. Voor mij, ik moet weten hoe het eruit ziet, hoe het klinkt, hoe het ruikt. En hoe ruikt het hier? Het ruikt hier natuurlijk naar, ja, in het raam is niet, maar het ruikt hier naar kolenrook. Niet allemaal uit de locomotief. Het station van Reed V bestond uit één perron met een houten wachthok en een paar rechthoeken met keien en plantjes. In de verte stonden een paar huizen. Ze stapte uit en moest haar adem haast inhouden. Zo fris rook het er. Dus daar ligt onze berg. Mm-hmm. Gaan we helemaal naar boven? Als het aan mij ligt wel, ja. Maar nee, het is wel, anderhalf uur lopen of zo. En terug? 3 kwartier. Dan ren je. Ja, moet kunnen. Mm-hmm.